Vanavond gaan we met Chapeau een klein stukje de grens over, want we zijn in Maasmechelen Village. Daar is vanavond voor de eerste keer de overtime editie in Maasmechelen Village. Alle winkels zijn geopend, de restaurants ook. En met een modeshow belooft het een groot succes te worden. Eerste keer in Maasmechelen Village. We hebben ook besloten om dit jaar een aantal edities buiten de Texas te organiseren. Maasmechelen Village is natuurlijk gekend in Limburg, denk ik, zowel in België als in Nederland. En we wilden er een echte fashion editie van maken met een modeshow en daarom was dit wel ideaal gekomen. Het is een modeshow waar alle retailers of alle boutiques aan meedoen. Dat is wel best bijzonder, want er zijn heel veel boutiques. Het gebeurt niet zo vaak dat ze allemaal samenwerken aan een modeshow. Dus daarom wel een unieke avond. Ik ben nu denk ik 2 jaar geleden gestart en ik draai eigenlijk gemiddeld 3-4 keer per week. Dan ben ik meer in de evenementensector met mijn echtgenoot gaan doen, overtimes gaan organiseren, brunchparties en vandaar is ook het DJ-verhaal. Okay. Ben je bij de overtime edities altijd degene die de muziek... Ik ben altijd de DJ die, laten we zeggen, de eerste uren draait, maar na de hand neemt er wel een all-around DJ over, want mijn genre is een beetje deep in tech house, dus dat is natuurlijk niet voor een heel breed publiek. Dat is een een niche. Ja. En je wilde zelf ook een beetje van genieten, denk ik. Ja, toch? Altijd. Ja. Ik sta ook al zelfs op de dansvloer. Ja, heel goed. Oké. Wil je meer van onze vlogs zien? Abonneer je dan nu op ons YouTube-kanaal. En volg ons op Facebook en op Instagram.